Vrouw komt om bij frontale botsing in Haastrecht. Panorama Mensdag nu ook in een digitaal jasje. En schapen gaan steeds vaker de stad in. Dag dames en heren. Een dodelijk ongeluk vanochtend op de N228 tussen Haastrecht en Gouda. Daarbij kwam een vrouw om het leven. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de kruising met de Hoogstraat in Haastrecht. Daar botsten twee auto's frontaal op elkaar. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk. De bestuurster van een van de auto's overleefde het ongeluk niet. De automobilist van de andere auto raakte door de aanrijding bekneld. Die is door de brandweer bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeluk was de N228 de hele ochtend volledig afgesloten. Er is een noodfonds opgericht voor gedupeerde bewoners en ondernemers van het kraanongeluk in Alphen aan de Rijn. De drie bouwbedrijven die aan de Julianabrug in Alphen werkten hebben in totaal 1,25 miljoen euro in het fonds gestopt. Dat geld is bedoeld voor mensen die nog geen geld van de verzekering hebben gekregen. En terwijl bewoners aanspraak kunnen maken op het noodfonds, is de gemeente druk bezig met de nieuwe huisvesting van de gedupeerden. 18 huizen zijn tijdelijk onbewoonbaar. Deze bewoners wonen nu nog bij vrienden of familie of zitten in het complex van een jeugdzorginstelling. De gemeente kijkt met hen mee naar een meer structurelere oplossing, zodat ze voor langere tijd een eigen plek hebben. 4 huizen zijn zo zwaar verwoest dat het volgens burgemeester Lisbeth Spies nog zeker een jaar duurt voordat ze herbouwd zijn. De berging van hijskranen, brugdeel en de verwoeste panden in Alphen aan de Rijn begint waarschijnlijk in de eerste helft van september. De krakers uit het gebouw aan het Schuttersveld tegenover het Centraal Station van Leiden gaan toch vrijwillig weg. Ze hebben overeenstemming bereikt met de gemeente en hebben toegezegd voor 24 september het gebouw vrijwillig te zullen verlaten. De gemeente Leiden wilde het laten aankomen op een ontruiming, maar dat is dus niet nodig. Sinds 2006 zitten de krakers in dit pand, vlakbij het Centraal Station. Ze noemen het een culturele vrijplaats waar eten- en muziekavonden worden gehouden. Maar de gemeente Leiden wil het gebouw slopen en er een nieuw woon- en kantoorcomplex voor terugbouwen. En dus moeten de krakers weg. Lange tijd willen ze niet, maar deze week hebben ze eieren voor hun geld gekozen en een overeenkomst met de gemeente getekend. De gemeente Leiden die wilde niet vertellen wat er in die overeenkomst staat. Maar volgens een woordvoerder is het niet zo dat de krakers een nieuw pand is aangeboden door de gemeente. En de krakers zelf die waren niet bereikbaar. Ze zijn er niet. Ik zie hier ook geen bel. Maar heel veel Leidenaren zijn in ieder geval wel blij dat een rotte kies aangepakt gaat worden. Kijk, het hele stationsgebied is aan de voorkant een beetje verloederd, hè, in de laatste jaren. Dus het is wel goed dat er iets gebeurt. Het is niet een mooie uitzicht op dit moment. Als je het station uitkomt en je ziet dit, dan ziet het er ook niet zo heel best uit. Nou, ik vind het gewoon dat ze eruit moeten. Ik ben sinds 1961 Leidenaar. En ik heb me erover verbaasd hoe lang dit stuk als een rotte tand in de stad is blijven bestaan. Dus ik ben blij dat er beweging in zit. Een kort geding dat voor morgen gepland staat, gaat ondanks de nieuwe ontwikkelingen gewoon door. De gemeente Leiden wil dat de rechter zich uitspreekt over een ontruiming. Voor het geval dat onverhoopt andere krakers het gebouw bezetten. Een bewegend panorama mesdag. Dat is de komende weken te zien tijdens Sail Amsterdam. Het meesterwerk van de Haagse schilder Hendrik Willem Mesdag is in een digitaal jasje gestoken. Er is een videokunstwerk van gemaakt, waardoor het wereldberoemde Panorama Mesdag ineens echt tot leven lijkt te komen. In deze koepelvormige tent staat de digitale Panorama Mesdag. Nog niet klaar voor het publiek, want er wordt nog aan gewerkt. Het gaat echt alleen maar over, over het stuk van daar tot deze rand hier. Okay. We kunnen nog niet naar binnen, zijn nog even aan het stofzuigen. Laatste finishing touches en dan kunnen we naar binnen en dan kunnen we het zien. En dit is de Panorama Mesdag van Mesdag. De inspiratie voor Ottens digitale versie Moving Mesdag, waarin de schilderijen tot leven worden gewekt en de dag overgaat in nacht. We hebben hier 6 maanden aan gewerkt met een groot team. En 6 maanden monnikenwerk. En we hebben de schilderijen met de handen overgeschilderd. En we hebben bewegend licht toegevoegd en elementen die tot leven komen in het schilderij. Het moment waar we nu zijn is eigenlijk het originele moment van Mesdag. Zo heeft Mesdag geschilderd. En zoals je nu al kan zien, verandert het nu langzaam in een herfstachtige dag.
Aan de andere kant van het schilderij kun je ook zien dat de herfststorm aantreedt. De zon die breekt door aan de horizon. En aan de horizonlijn zie je twee vogels die door het zonlicht heen vliegen. En de mensen verdwijnen nu van het strand. De storm komt eraan, onweer komt eraan. De vuurtoren die gaat straks zijn licht schijnen. In het dorp gaan langzaam de lichten aan. De video-installatie duurt 6 minuten en is voorlopig alleen in Amsterdam te zien. Een 31-jarige man en een 43-jarige vrouw uit Den Haag zijn aangehouden in verband met het overlijden van een 47-jarige Hagenaar vorige week maandag. Het slachtoffer werd zwaargewond gevonden in de Jacob Jordaanstraat in de Haagse Schilderswijk. Hij had een ernstige hoofdwond en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man is overleden aan hartfalen, dat mogelijk het gevolg was van een zware mishandeling. Pedoseksueel Benno L. krijgt een schadevergoeding van NRC Handelsblad, omdat de krant zijn geheime woonplaats in Leiden bekend maakte. Dat stelt het tv-programma Argos in een reconstructie die vanavond wordt uitgezonden. Voormalig zwemschoolhouder Benno L. uit Den Bosch werd in 2011 veroordeeld voor het plegen van ontucht met tientallen zwakbegaafde meisjes. Na zijn voorwaardelijke vrijlating bood burgemeester Lenferink van Leiden hem huisvesting aan. Dat had geheim moeten blijven, maar NRC Handelsblad publiceerde de nieuwe woonplaats van Benno L. En het gevolg? Veel boze demonstranten bij zijn flat. Daarom zou Benno L. nu een schadevergoeding krijgen van NRC. Zowel de krant als de advocaat van L. willen niet reageren op het verhaal van Argos. Traditionele winkels lijden onder de populariteit van het online shoppen. Maar een kledingwinkel in Zoetermeer gaat de concurrentiestrijd aan. Een bedrijf in Hongkong heeft Zoetermeer uitgekozen om met hippe gadgets het oude winkelen met het digitale shoppen te combineren. Wij gaan de demowinkel uittesten met twee kledingverkopers. Aan de buitenkant lijkt het een doodgewone winkel. Maar als ons testpanel binnenloopt, krijgen ze een welkomstbericht. Kijk eens. Ik heb een berichtje. Jij ook? Ja, man. En de verkoper een berichtje met hun namen. Jenrik, Diana. Hoi, hoi. Het uitkiezen van de kleding mag je nog zelf doen. Maar dan... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Welk t-shirt staat het beste bij deze klant? En als je eventueel nul hulp nodig hebt, dan kan je dat gewoon hier zo ook aanvragen. De spiegel laat ook 3D-beelden zien van de kleding die je hebt uitgekozen. En in welke mate het nog op voorraad is. In de oudste straat van Zoetermeer hebben we de nieuwste technologie toegepast, inderdaad. Ja. Ja. Waarom? Waarom? Het maakt het makkelijker voor mensen. Het shoppen maakt het leuker, makkelijker, online, offline, in de winkel. Alles wordt gecombineerd. En dat vinden mensen leuk. Oh, geef hem gelijk aan, hè. Hij staat gelijk in de computer wat ik mee heb genomen. Waarom kiest een bedrijf uit Hongkong uitgerekend Zoetermeer uit als demolocatie? Ja, Zoetermeer is toch wel ICT-stad. En ze zien gewoon dat wij best wel voorop lopen op dingen. Hoe wordt erop gereageerd door klanten? Ja, mensen vinden het super. En die spiegel die helpt zo makkelijk. In de kleedkamer een andere maat aangeven. Zodat ik een berichtje krijg op mijn telefoon van die kleedkamer met die klant. Die wil die broek in een maatje groter of een maatje kleiner. Ja, dat gemak dient de mens. En dat is gewoon leuk natuurlijk, ja. Ze kunnen toch ook gewoon zeggen, meneer, ik wil een maatje groter? Ja, tuurlijk. Kijk, dat kan altijd nog. Maar sommige mensen vinden gewoon technologie gebruiken in een winkel onwijs leuk. Het testpanel is enthousiast. Nog even afrekenen met het virtuele geld Digibytes en ze zijn weer een outfit rijker. Kijk eens, alsjeblieft. Bonnetje krijgen via de e-mail. Een hele fijne dag. Oké, dank je nog. Ja, dankjewel. Fijne dag. Tja, en zo'n digitale kassabon zit er niet in bij de Kledingbank Westland. Daar is het vooral behelpen. In een rijtjeshuis in Schravenzande. De kledingwinkel voor Minima puilt letterlijk uit zijn voegen. Het gebrek aan ruimte is nijpunt en dus is Ellie Dimmers hard op zoek naar een nieuwe locatie. Maar wat is de kledingbank eigenlijk? Dat is een bank voor alle minima hier in het Westland die gratis kleding kunnen uitzoeken. En dat wil zeggen dus mensen die bijvoorbeeld bij de voedselbank zijn aangesloten. Of niet bij de voedselbank, maar die wel een minimum inkomen hebben. En daar doen we het voor. Dan mogen ze 1 keer per maand 2 kledingstukken uitzoeken, gratis. De kleding wordt door verschillende mensen en partijen aangeboden. Dat gaat allemaal via Facebookgroepen met oproepen. En dan komen ze brengen of ze zetten het in mijn voortuin als ik niet thuis ben. Dus ik kom nog wel eens verrassingen tegen.
Dit is alvast één kamer. Dit is de dameskleding. We beginnen hier met afdeling jassen. En daar hangen zomerbroeken, de rokken, jurken en dan allerlei t-shirts, blouses en broeken. Nou, dit is hetzelfde, ook t-shirts en zo, maar dat is de afdeling large, medium, small. En dit is van extra large tot extra extra large. Dus alles hangt ook op maat. Ook in de tuin is er kledingopslag. Hier ligt de heren- en babykleding. Veel kleding is de afgelopen dagen nat geregend en dus moest alles opnieuw gewassen worden. Het huis begint overvol te raken. Naar aanleiding van ook artikelen bijvoorbeeld in het hele Westland hebben mensen mij gebeld. Ook via internet benaderen ze voor kledinginbreng. Maar helaas tot op heden kan dat gewoon even niet meer. Want ja, ik peil uit echt. Er maken gemiddeld 30 Westlanders gebruik van de diensten. Gemeentebelang Westland is onlangs op bezoek geweest. En we hebben een gesprek gehad en die heeft een locatie hier in Schavenzand op het oog. En daarmee is hij in onderhandeling. Maar het duurt nu even, want hij is net met vakantie, hoorde ik. Dus na de vakantie hoop ik meer te horen. Maar er is dus nog niks zeker. Wordt vervolgd. Schapen moeten ook werken, echt waar. En ze trekken daarvoor steeds vaker de stad in. Vandaag ging er een kudde vanuit Leiderdorp naar het centrum van Leiden om het gras te gaan maaien. Kom maar, meisjes, kom maar mee. 271 meisjes gaan op weg naar de stad om het park Kronenberg in Leiden te gaan maaien. Brian, schaap in het water! Hou hem vast! Brian, niet loslaten, deze gaat in de bus. Hou hem vast, onder zijn oksel. Al snel zijn het 270 meisjes, want één halfnat schaap blijft achter in de bezemwagen. Waarom geen grasmaaier in het park Kronenberg? Dat komt omdat een schaap geen machine is. Op het moment dat er een grasmaaier over een gebied heen gaat, is al het gras kort. Maar dan groeit er daarna ook ja, hetzelfde. Op het moment dat de schapen zijn geweest, dan krijgen we meer diversiteit. Er blijven pollen staan. We kunnen ervoor kiezen om een stukje niet te doen, zodat de bloemen nog even blijven voor de bijen en de vlinders. Er blijven stukjes langs de kant waar muisjes en insecten meer plek vinden. Dus door de schapen in Park Kronenstein te laten en de andere gebieden, zoals hier de Boterhuispolder, ja, krijg je meer diversiteit in het landschap. En dat is waarvoor we doen. Daarom is het schapen aan het werk. Ze zijn echt aan het werk. Ze doen meer dan alleen gras eten. En dan sta je daar met je fiets. Super. Of met je auto in een zee van schapen. Ja, dit gaat beter. Heel goed. Het enige wat je kan doen is stilstaan, want je wordt gewassen. Ja, we gaan over het fietspad van de Stierenbrug. Maar het is denk ik handig als jij bijvoorbeeld op de weg loopt. De trip met de schapen door de stad is geen fluitend wandelingetje, want als herder moet je alert zijn. Dat moet heel erg bij de leslijn. Schapen vind ik wel oké, maar die auto's vind ik eng. En de schapen zijn niet eng. Want als je blijft staan, lopen ze je niet omver. En dan zijn we toe aan het weer. Hier is Margot Ribberink van Meteo Group. De slakken varen er wel bij dit vochtige en regenachtige weer. En dit is dan een naaktslak gefotografeerd door Pia Legerstee uit Delfgauw. Gelukkig komt er aan dat vochtige en regenachtige weer wel een eind. En in de loop van de komende weken wordt het zelfs weer zomers warm. Vanavond en vannacht is het bewolkt. En vannacht kan er lokaal nog een spatje vallen door een schampend front op de Noordzee. De wind komt uit een zuid-zuidwestelijke richting, is zwak van kracht boven land. En in deze vochtige condities kan heel gemakkelijk wat nevel en mist ontstaan. Daar beginnen we morgen mee. Vochtige atmosfeer met nevel, mist en bewolking. Maar in de loop van de ochtend en middag breekt de zon door. Dan ziet het er echt een stuk beter uit dan de afgelopen dagen. En het wordt ook wat warmer met een matige zuidwestelijke wind. Wordt het 21 of 22 graden. Ook de komende dagen zien er best aardig uit. Maar donderdag krijgen we opnieuw weer last van zo'n schampschot op de Noordzee. En dat betekent dat het donderdag in vergelijking met woensdag wat bewolkter zal zijn. Met name in het westen, zuidwesten van de provincie. Met lokaal ook een spatje motregen. Naar het oosten toe blijft het droog en komt de zon wat vaker aan bod. En het wordt ook weer warmer. Met zuidelijke winden wordt warme lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 21 graden in het Westland. En zo'n 23 graden in de buurt van Gouda. Na donderdag staan een paar zomerse dagen op het menu. Vrijdag en de komend weekend wordt het zomers warm met flink wat zon en pas op zondag weer kans op een bui.
Dankjewel, Margot. En tot zover deze uitzending van het TV West Nieuws. Voor meer nieuws kunt u terecht op onze website omroepwest.nl, op de apps, op Facebook, Twitter en natuurlijk bij de collega's van 89.3 Radio West. Straks hier op TV West, Hollands Groen, waarin Johan Overdevest en Mirjam de Witte de mooiste natuurgebieden van Zuid-Holland ontdekken. En vandaag staan onder meer de Nieuwkoopse Plas op het programma. En het TV West Nieuws is er morgenochtend uiteraard weer om 7 uur. Graag tot dan en voor nu een hele fijne avond.